ja, officieel, beste mensen, dames en heren, denken wij alle Indische, niet-Indische slachtoffers van de oorlog met Japan en gedurende de Tweede Wereldoorlog. En meer bijzonder staan we vandaag natuurlijk ook stil bij hen die een binding hadden met Nijmegen. Donderdagavond vond in het Nijmeegse stadhuis de 19e Indië-herdenking plaats. 15 augustus wordt gezien als het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daarom worden deze dag alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. We denken vanavond het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië en specifiek in Nederlands-Indië. En ik zeg ook Azië omdat ik denk dat het belangrijk is om ook stil te staan bij slachtoffers, bijvoorbeeld in Vietnam, in Thailand en in Japan zelf natuurlijk. En nou ja, daarom komen we hier vanavond samen om al die gebieden waar oorlog is geweest in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ondanks dit de 19e editie is, heeft de Indië-herdenking niet altijd evenveel bekendheid gehad. Toch neemt dit de laatste jaren wel toe, zo ziet ook Ekkelboom. De afgelopen jaren is er toch veel meer aandacht voor gekomen. En nou ja, dat zie je ook wel aan dat het op nationale televisie wordt uitgezonden, de nationale herdenking dan. En ik geloof wel dat er steeds meer aandacht voor is. Dus ik zou het niet meer zo als een onbekende herdenking willen bestempelen. En dat is ook fijn vanwege het belang van de herdenking. Nou, het markeert eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in de hele wereld, met Azië dan erbij. En nou ja... Het is belangrijk om daarbij stil te staan dat we niet op 5 of op 4 mei het einde van de oorlog hebben, maar dat een groot deel van Nederland en van de wereld nog in oorlog was op dat moment. Een van de sprekers is schrijfster Simone Berger. Zij volgde eerder het levenspad van de Pusaka. Dat zijn een soort Indische erfstukken. Deze herdenking staat dan ook in het teken van de Pusaka. Ja, Pusaka is het Indonesische woord voor erfstuk familiegoed. En ik ben geïnspireerd door een van mijn lezingen door een dame die, waarvan ik vroeg van wat is een tastbare herinnering uit uw geboorteland? En dat is de moeder van Amber Nefkens, de grootmoeder van Amber Nefkens die vanavond gaat optreden. En die had een foto meegenomen tijdens die bijeenkomst. En ja, ik ga natuurlijk niet vragen hoe oud bent u. Ze zei, ik sta hier als babytje op met mijn ouders. Dus ik vroeg wanneer is die foto gemaakt? En ze was bijna 100. En toen besefte ik dat die foto niet zomaar een foto was, maar eigenlijk een soort Pusaka. Een familiestuk die een enorme symbolische waarde heeft, die een emotionele waarding en een lading heeft. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om een boek te schrijven, de verhalen achter de Pusaka's. Nou ja, voor de herdenking heeft het een hele specifieke betekenis, omdat de mensen die, die vanuit Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen, maar heel weinig objecten mee konden nemen naar Nederland. En, die Pusaka zijn daarom belangrijke objecten die een belangrijke herinnering meedragen vaak. En wat voor voorwerpen zijn dat dan? Wat kan het allemaal zijn? Ja, dat kan heel verschillend zijn. We hebben ruim 30 mensen geïnterviewd en ook vastgelegd in een boek. Ook Adriaan van Dis bijvoorbeeld. Maar het was bijvoorbeeld een geboortebeker. Het kan natuurlijk een foto zijn. Het kan een kris zijn. Een schilderijtje, een houten beeld, maar iets wat uit dat geboorteland was meegekomen en wat nu nog zeg maar ja, in huis stond of aan de muur hing. Of een sieraad natuurlijk, hè, wat nog gedragen werd. De Tweede Wereldoorlog blijft ook 80 jaar na dato iets om bij stil te blijven staan. Onder de mensen uit het voormalige Nederlands-Indië leeft het vandaag de dag nog steeds. Nou ja, bij mijn generatie, maar ook bij de tweede generatie en zelfs de vierde generatie die eraan komt, merk je dat het veel meer leeft. En, ik zou het mooi vinden als al die generaties gezamenlijk eventjes daarbij stil kunnen staan.